Als de slag van de remschijf meer dan 0,070 mm bedraagt of niet binnen de toleranties ligt, moet de wielnaaf op een slag worden gecontroleerd. Het contactvlak van de wielnaaf moet voor de controle op slingering onbeschadigd, roestvrij, van blank metaal en met een geschikt reinigingsmiddel schoongemaakt zijn. Voer voorafgaand aan de controle de desbetreffende reinigingswerkzaamheden uit. Bevestig de meetklok met de magnetische houder aan de veerpoot en lijn deze aan de buitenste rand van de wielnaaf op 0 uit. Markeer dit startpunt op de wielnaaf bijvoorbeeld met een marker. Draai nu de wielnaaf gelijkmatig rond in de rijrichting en lees de meetwaarde gedurende een volle omwenteling af op de meetklok. De afwijkingen mogen, gemeten over meerdere wielomwentelingen, niet groter zijn dan 0,03 mm. In dit voorbeeld liggen de meetwaarden binnen de tolerantie, zodat deze in orde zijn. Bij grotere afwijkingen moet de naaf worden vervangen. Een kleine slag in de wielnaaf leidt tot een dubbel zo grote slag aan de buitenrand van de remschijf. Neem in dit geval de reparatie-instructies van de desbetreffende voertuigfabrikant in acht.